Goedemorgen iedereen. Welkom bij mijn laatste mobility training van achter de video. Volgende week hopelijk weer live. Of in ieder geval mobility training zal niet meteen opgestart worden, maar ik zie jullie graag volgende week weer live in de Aerofit. Ik ga nu nog eventjes wat mobility oefeningen met jullie doornemen. En wat ik volgens mij al eerder bij de video's verteld heb, die zijn altijd te doen. Je kan ze ook opsplitsen in delen. Ik heb er van alles in zitten vandaag. Schouders, heupen uiteraard en ook polsen. Dus we gaan lekker aan de slag. Het enige wat je vandaag nodig hebt is een matje. En geen stoelen, geen stokken, verder helemaal niks. Je hebt genoeg aan je eigen lichaam. Oefening 1. We beginnen met ruggengraat losmaken. Sta met je voeten op ongeveer heupbreedte. Knieën van het slot. Handen achter je oren. Ellebogen wijd. Heupen blijven stil. Dus je spant je buik aan om je heupen stil te houden. En je twist naar rechts. En je rechterarm wijst naar achter. En terug. En doe datzelfde aan de linkerkant. Dus helemaal draaien. Je heupen blijven stil. Strek je arm uit naar achter. Kom weer terug achter je oor. En terug naar het midden. Twist. Strek je arm uit. En wisselkant. Doe een paar keer. Je merkt dat het niet alleen je ruggengraat is, maar ook je schouders die hierbij strak en stram aanvoelen waarschijnlijk. We hebben veel schouders vandaag. Dus na deze sessie zijn ze nog losser als het goed is en wat mobieler. We doen allebei de kanten nog één keer. En de laatste keer. Terug naar het midden. Oké, oefening 2. Daarvoor ga je op je knieën zitten. We doen het op de knieën omdat je dan wat minder kan compenseren vanuit je rug. Dus je kan op deze manier niet gaan hangen in je rug. Blijf altijd die buikspieren aanspannen. We gaan beginnen met de rechterarm. Een cirkel, dus een hele cirkel naar achter te maken. Waarbij je je schouders laag houdt en ontspannen. Dus niet je nek op gaan trekken, maar je houdt ze laag. Je begint de cirkel naar voren met je duim omhoog. Draai het helemaal. Op het moment dat je gestrekt bent en je schouder laag is, draai je je duim naar voren en probeer je zo groot mogelijk een cirkel te maken, helemaal terug. Dat doen we nog een keer. Duim omhoog, omhoog, omhoog. Duim wijst nu naar achter. Draai je arm, duim naar voren en helemaal rond. Doe maar aan iedere kant. Op 6 keer, we zijn op 3 nu. Draai nog een keer en probeer zo ver mogelijk te komen. Die cirkel zo groot mogelijk te maken zonder door te hangen. Dus blijf die buikspieren aanspannen. Helemaal naar boven en draai. En de een die kan verder dan de ander. Iedereen heeft zijn eigen bewegingsvrijheid. Dus op het moment dat je merkt naar achter, ik moet meer naar de zijkant, dat is oké. En de laatste keer. Oké, alles met de linkerarm. Daar gaan we. Zo even raar voelen in het begin. De schouder wordt helemaal losgedraaid op deze manier. En draai. Draai omhoog, naar achter. Draai duim naar voren. Waarschijnlijk heb je allemaal een voorkeursarm waarbij het makkelijker gaat. En de laatste keer. Oké, rol even los allebei. We blijven in deze positie zitten. Wat we doen is we strekken de armen naar achteruit. En de duimen blijven laag. Dus zoveel mogelijk gestrekt naar achter tegelijkertijd. Op deze manier. Duimen laag. En rechts. Strek je armen naar achter. Schouders blijven laag. Zo ver als je kan.
Niet doorhangen in je rug. Blijf je buikspieren aanspannen. En schouders blijven laag. Zet naar achter. Doe het 10 keer. Even van het op 5 en 6. Trek je schouderbladen samen. En stretch. Kom je dit keer helemaal terug naar beneden. En ontspan eventjes beneden in. En stretch weer. Laatste keer. Oké, we blijven even bij de schouders. We schud ze nog even los. Voor de derde oefening. Wat je mag doen, is je linkerarm gaat naar boven en je andere rechterarm gaat onderlangs. Eigenlijk wisselen we steeds. Dus je probeert met je handen de handen elkaar te laten raken achter je rug. Dat is heel lastig. Er zijn er niet veel die dat kunnen, denk ik. Tenzij je het heel veel oefent. En dat wisselen we steeds. Dus je doet het op deze manier. Zo ver mogelijk. En wissel. Alsof je je handen in elkaar wil laten grijpen. Ik zal even van de zijkant weer laten zien of van de achterkant. Ik kan ook niet ver komen. En dus we gaan niet in je rug hangen. Blijf de schouders ontspannen en aanhouden. Dus links en rechts. En op 7 denk ik. Ik denk voor degenen die yoga doen, die kennen het wel. We proberen echt te focussen op die schouders. Hoor. Op handen en knieën. Knieën staan recht onder de heupen. Handen staan recht onder de schouders. En vanuit hier begin je met het duwen van de grond onder je vandaan, zodat je sterke schouders maakt. Dus duw naar boven. Dit is je basishouding. Dan vervolgens gaan we krommen. Dus we gaan een hele ruggengraat ronden. Waarbij je je hoofd richting je, of tussen je been, tussen je armen, probeert te duwen. En duw je handen uit de grond om je schouders sterk te maken. Vervolgens gaan we weer terug naar die basispositie. En we maken hem hol. En vanuit hier, die holle positie, trekt die schouderbladen naar elkaar toe. Dus die schouders. Die schouder- en rugspieren die werken hard nu. Trek ze naar elkaar toe. En krom weer. Duw jezelf uit je grond. Terug naar neutraal. En hollen. Schouderbladen aanspannen. Rollen. Duw uit de vloer. Armen gestrekt. En hollen. Schouderbladen aan. Het lijkt een makkelijke oefening, maar je bent hard aan het werken nu. Doordat je echt je spieren stevig aanspant. Nog 4 keer. Vergeet niet aan te spannen. Schud heel even los, want we gaan in deze positie verder. Op handen en op knieën. We gaan
gaan werken aan de polsmobiliteit. Voor degenen die last hebben van pols, heel voorzichtig. Sowieso heel voorzichtig doen met de verschillende bewegingen. Want we gaan strekken en buigen. Allebei de kanten heen. Dus het voelt zo na een strekking heel erg gevoelig aanvoelen. Als je vervolgens de andere beweging gaat maken. Dus doe het echt heel voorzichtig. En als het niet fijn voelt, dan slaan jullie deze oefening gewoon eventjes over. Op handen en knieën. Knieën weer recht onder de heupen. We beginnen met de vingers naar voren. Het enige wat je doet is rock forward. Dus naar voren. En naar achter. En wat je zal voelen is naar voren voelt dat vervelend in je polsen. Echt, je strekt hem een soort van door. Dus even gevoelen. Maar dat komt de mobiliteit van de pols te voeden als je dit vaker doet. En niet alleen je muis van je computer bewerkt. Nog vier keer. En nog drie. Blijf ook hier actieve schouders houden. Dus niet doorzakken in je schouder. Hou ze actief. Oké. Nu gaan we de handen of de vingers naar achteren laten wijzen. En dat zal nog wat meer impact hebben. En naar voren. En kom naar achteren. En dit lukt maar een klein stukje. Een heel klein stukje naar achter. Fijne beweging. Hou die schouders sterk. Buikspieren ook nog aangespannen. Ga niet doorhangen in je rug. Span die buik steeds aan. Zijkant. Even af te maken met de strekking. Zo meteen gaan we naar het buigen. Rok zijwaarts. Dus vingers wijzen naar buiten. Gaan van links naar rechts. Beetje dezelfde beweging van net, maar net vanuit een andere hoek. Gaan we nu, dus wat ik zei net, heel voorzichtig naar de andere kant. Dus we gaan die polsen buigen. En erop staan. Dus je gewicht leunt erop. Het voelt echt best wel. Het is echt gevoelig in het begin. Je kan ook vaak niet helemaal je ellebogen strekken. Dat is oké. Je hoeft hier niet te veel te bewegen. Hou gewoon het gewicht erop. Ik beweeg wel even iets van voor naar achter. Om net die druk iets extra te maken. Kijk even hoe dat voelt. Bij mij is het heel erg gevoelig als ik dit. Je kan verder weinig fout, maar je moet het wel altijd met beleid doen. We zijn er bijna. Ik begin al te trillen. Oké. Kom heel voorzichtig uit de positie. Leun er niet te hard op. Wat we nu gaan doen, is ook even de enkels erbij pakken. Dit is ook zo'n beweging die je eigenlijk strek je enkel altijd. Kijk ook dat we nu even buigen. Dus enkel komt er ook nog even bij. En probeer op je hielen te gaan zitten. Dus je tenen wijzen naar voren. En je gaat proberen zoveel mogelijk op die hielen te gaan zitten. Het gewicht naar achteren te brengen, waardoor gewicht op die tenen en op die enkels komt. En gaan we in de tussentijd even die polsen los rollen. Dubbele oefening.
Nou, ik ben er wel klaar mee. Langzaam naar voren. Strek heel voorzichtig je tenen uit. Draai even je enkels los. En dan gaan we verder met staande oefeningen. Een aantal. Voor de heupen. We hebben net veel schouders gehad. Polsen gehad. We gaan nu naar de heupen. En naar de achterkant. Hamstrings. Die pak je eigenlijk tegelijkertijd mee. We gaan naar een actieve squat. Dus vanuit zitpositie naar staanpositie. Dus probeer je voeten iets breder dan de heupen, dat je ertussen kan gaan zitten. Met een rechte rug zak je naar beneden in die squat. Als het lukt, als het niet lukt, is oké. Okay. Als het lukt, pak je je tenen beet. En zoek even jouw diepte tussen die... Tussen je knieën, dus zak in je heupen met een rechte rug. Ik zal hem even van de zijkant laten zien. De rug is helemaal recht, borst is op. En duw je heupen naar beneden. Dus wat ik niet wil zien, is dit. Borst is op, schouders laag, rug is recht. En lukt het tot hier, is het ook goed. Op het moment dat je denkt van hier, ik kan niet meer rechtop blijven, ik ga krom. Dan is dit jouw range of motion. Ja? Dus zoek je eigen niveau. Dus even recht. Blijf zitten en vanuit hier gaan we strekken. Probeer zoveel mogelijk je benen te strekken. Kijk tussen je benen door. En als het goed is voel je die hele rek op je hamstrings en op je bil. En vanuit hier, rechter rug, zak je weer terug. Tussen je knieën. Dat doen we 5 keer. Strek. En buig. Strek. En buig. Hij is zwaar, hè? Strek. En buig. Nog een laatste keer. Als het nodig is om even tussendoor je benen te schudden, doe dat dan. Zet de video even stop. Oké, dit is de laatste. Wat we nu doen is, we gaan er een aantal rotaties aan toevoegen. Dus we blijven in die diepe squat. Pak je tenen mee. Eén hand in het midden. Andere wijs naar het plafond. En andere. Vervolgens pak je nu je tenen. Strek positie. Je zakt door, naar het plafond en naar het plafond. Dus combinatie van heupen en wervelkolom. En merken jullie dat je hard moet werken om in deze positie te blijven? Dus het is zowel spierkracht als mobiliteit wat we nu aan het trainen zijn. Voor mobiliteit is ook spierkracht en controle nodig. Controle met name dat je niet doorzakt. En dat je niet met kromme rug gaat staan. Dat je een goede houding houdt. En relaxed. Voorzichtig staan. Vanuit deze positie. Rechtop. Laat even het bloed naar beneden zakken. En schud even los. We blijven bij de heupen. Wat we gaan doen is een lunge met een twist en een stretch voor de achterkant van de benen. Nog met één been naar voren stappen. Rechterbeen, achterste been blijft gestrekt, maar je zakt door met je handen aan de binnenkant van je knie. Probeer die stretch aan de voorkant te voelen hier. Voorkant van je heup. En blijf hier even in zitten. Voorste knie is ongeveer boven je enkel. En je achterste knie is gestrekt. Je achterste been is gestrekt. Stretch voel je voornamelijk op je, als je rechtervoet naar voren hebt, voel je op je, aan je linker lies. Of linker voorkant, linker heup. En de rechterkant je lies. Vanuit hier. Gaan we draaien. Naar rechts open en
ga je hem naar links open. Je zal zien dat dat lastiger gaat. Tegen je knie in. En draai hem open. En terug. Vervolgens strek je je voorste been en duw je jezelf naar achter. Waar je nu een stretch voelt, is de achterkant, de hele achterkant van je rechterbeen. Hou deze even vast. Dus nu zijn beide benen gestrekt. En je flext, je buigt je voet iets naar je toe. Je doet je tenen naar je toe en je doet je hiel in de grond. Okay. Terug naar het buigen. En we stappen terug. Andere kant. Linkerbeen, grote stap naar voren. Knie blijft boven die enkel. Je plaatst je handen aan de binnenkant van je knie. Achterste been is gestrekt. En je voelt een stretch in je rechterheup aan de voorkant. En in je linkerlies, als het goed is. Als het lastig is om je knie recht te houden, mag die iets naar buiten vallen. Dan voel je zelfs die strekking nog iets meer. En vanuit hier. Even blijven zitten. Draaien naar links. Open. Zo ver als je kan. Naar rechts. Open. Evenwicht. Vervolgens strek je beide benen. En trek je je tenen naar je toe. Je voelt een stretch aan de achterkant van je linkerbeen. Terug naar die lunge. Spider-Man. En we stappen weer terug. Beide kanten doen we nog twee keer. Stap weer rechts naar voren. Stap naast je, handen naast je. Voet. Draai rechts. Draai links. En strek beide benen uit. Probeer ook hier je rug zo recht mogelijk te houden. En terug in de lunge. Een stapje terug. Hetzelfde weer met het linkerbeen. Handen aan de binnenkant. Je begint eerst te draaien richting je knie. Makkelijkste kant. En dan draai je naar de andere kant. Strek beide benen. Doe je weer naar achter. Hou het even vast. En weer in die lunge. Sta op. Kom maar langzaam uit. Nog één keer. Beide kanten. Rechts. Spannen met lunge. Twist naar rechts. En twist naar links. Doe jezelf naar achter, strek je benen. Terug in de lunge. Laatste keer links. Oh, ik vind de verkeerde kant, dus eerst rechts en daarna links. Als je maar allebei doet. Benen voor de laatste keer. Terug in de lunge. En stap hem bij. Die voelen we. Oké, we gaan. Ik pak heel even een matje erbij. Oh ja, net als ik het zo leuk. Wat we nu gaan doen is nog meer heup openen. Frog mobility. Wat je doet. Knieën heel wijd, zo wijd als je kan. Je zet je enkels recht onder je knieën neer, met je voeten en je tenen wijzen naar buiten. Dat is echt een intense stretch, zo ver als je kan. Van hieruit ga je naar je ellebogen. Loop iets naar voren. En loop iets naar achter. En als het goed is,
Voel je hoe meer je naar achteren komt, hoe meer je die strekking voelt. Dus je loopt weer iets naar voren, dus eigenlijk eruit. Hou je rug recht. En loop weer erin. Hou hem even vast. Als het goed is, zou je elke keer ietsjes verder moeten kunnen komen. Hou hem even vast. En loop weer heel even eruit. Weer terug. Hou hem vast. En weer even eruit. Nu nog 4 keer. Mocht het nou niet lukken om je enkels onder je knieën te houden, dan kan je ook ervoor kiezen om dat iets meer bij je te houden. Dan is de stretch ook iets minder intens. Hoe wijder je je benen legt, hoe intenser de strekking wordt. Oké, nog 3 keer. En kom heel voorzichtig op je handen uit deze positie, langzaam naar binnen. Oké, dan hebben we er nog twee oefeningen. Wat jullie mogen doen, we gaan met heupen en hamstrings, is op je rug komen liggen. En we gaan vanuit hier om en om je benen strekken. Dus je mag je voeten op de grond plaatsen. Doe je onderrug in de grond, span je buik aan. En van hieruit strek en strek. Dus eigenlijk een opwarmer van wat we zo meteen gaan doen. Strek uit. En strek uit. Je mag het been wat gestrekt naar boven wijst. Mag je ietsjes naar je toe halen. Je tenen wijzen naar jou toe. Dus die trek je naar je toe. En je hielen richting het plafond. Dan strek je allebei je benen en van hieruit hou je ook weer het been wat boven blijft, hou je vast en dan trek je naar je toe. Hou het gestrekt. Rechterbeen hou je gestrekt, je linkerbeen zakt naar beneden. Tik de grond aan en bovenste been trek je naar je toe. Je mag hem ook als je iets meer strekking wil bij je kuitbeen pakken. Vervolgens wissel je. Kijk naar je toe. Hou hem even vast. Als het goed is, voel je hier een hele grote stretch. Wissel, ook hier. Trek je tenen naar je toe. En duw je hier richting het plafond. En hoe meer je been gestrekt is, hoe beter. Dus op het moment dat je hier denkt, ik kan hem niet meer strekken, dat wordt zo. Dan hou je hem gewoon iets minder. En laag. Dus het gestrekte been is het belangrijkste. Niet hoe ver je komt. En wissel. En wissel.
buiten nog twee keer. Gaan we een bruggetje doen. Ik denk dat iedereen die dat kent, alleen met een variatie erop. Voor een rotatie van je wervelkolom, van je hele bovenlichaam. Dus wat we gaan doen, is 5 keer links, 5 keer rechts. Is bruggetje. Dus je tilt je billen omhoog. Je hielen staan vlak bij je billen als je begint. Dus je trekt je hielen zo ver mogelijk naar boven. Span je billen aan en vervolgens met je linkerarm probeer je ver boven je rechteroor te reiken. Dus helemaal schuin, tik de grond aan. Terug naar beneden. Nu met je rechterarm, dus lift je heupen, rechterarm, tik je links de grond aan. Schuin over je heen, dus richting je linkeroor. Je linkerarm richting rechter. En terug. Hou je schouders laag en ontspannen. Dus eerst lift je heupen. En dan twist eroverheen. Leg je heupen weer neer. Lift je heupen. Draai eroverheen. Lift. Twist. Allebei de kanten nog 2 keer. En de laatste. Onderkant van je knieholte, pak je knieholte beet, rol je op en we gaan eindigen met een puppy dog positie. Dus het is geen child pose, maar puppy dog. Het verschil is dat je heupen bij de puppy dog positie, heupen blijven boven je knieën en je laat je hoofd zakken tot tussen je armen, zo ver als je kan. Dus je schuift het iets met je handen naar voren. En je heupen blijven boven je knieën. Hou deze positie even vast. En duw je heupen omhoog. Probeer je armen te ontspannen en je ruggengraat helemaal lang te maken, dus je bovenlijf zo lang mogelijk. Kom er langzaam uit. Rol even los. Dit was de laatste video mobility. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat het allemaal lukte. Mochten er nou dingen zijn die niet lukken of niet lekker voelen, laat me dan even weten volgende week live. Dan kunnen we kijken of we daar iets aan kunnen verbeteren of mocht je ergens beperkingen voelen. Maakt niet uit waar, dan kunnen we daar aan gaan werken. Ik hoop jullie volgende week weer allemaal te zien, of tenminste niet allemaal tegelijk. In de loop van volgende week van de maand juli zie ik jullie allemaal weer binnen. Doei doei!